Cariben. En we zitten hier tussen allerlei stoelen. En u ziet wel, dat zijn vaak heel prachtige beeldhouden. En nou, stoelen voor gewone mensen, nou, dat weet ik niet. Ik neem aan dat net als met de Champagne, dat mensen van enige rang, zoals hoofden, vorsten, of zoals de koning daar heette, Ashanti, in zo'n stoel mogen zitten. En wat zien we dat die stoelen heel vaak gesneden zijn. Dat er beesten op zitten, vaak ook voorouderverering, want dat is dat Afrikaanse continent herspeelt. Niet bij heel veel tropische volkeren speelt de voorouderverering. Band met het verleden en daarmee met die kinderen. Aan de ene kant je ouders, je voorouders en al tijd heen ben je verbonden met mensen. Laten we praten in lessen in toveren. Dat je verbonden voelen met, niet alleen bij natuurvolkeren natuurlijk, indianen die moeder aarde zien, die goden als natuurkrachten met voelen. Natuurlijk allemaal verbonden met de natuur, maar als je dat in de lijn, dan krijgt dat een beetje zo'n, in de eerste plaats omdat je je ouders of je grootgrootouders of waar je nog gekend hebt, of omdat er beeldjes gesneden zijn van hier allerlei beelden waar dan misschien niet terugkomen. Er zijn misschien magische voorwerpen, er zijn niet alleen begraafplaatsen, maar er zijn wat hoofden van niet alleen hun vijanden, maar ook van die graven worden bewaren, in pot stoppen. En allerlei manieren om die band met dat verleden te hebben. En die band is heel belangrijk, ook in onze cultuur, want dan ziet u nog steeds op de grond, en ligt daar ergens het gebeente van alle belangrijke. In Delft liggen van de Oranjes. Niet in Rotterdam, niet in de Oude Kerk, maar als u daar wel eens geweest bent, dan ziet u er ook in het westen die voorouders toch op een bepaalde manier herdenken. Er wordt een mooie steen gemaakt. Dat geeft het gevoel van, daar wordt opgebeiteld wat zijn man betekende. En dat zijn vaak monumentale graven. Voor een monumentale het graf was. Een tombe, soms in de kerk waar je in kunt. Ga maar naar Frankrijk in de kerk. Allerlei resten van Maria Magdalena, Pierrot, reliquieën. In de voorouderverering. Dat is iets typisch, doen wij ook. En waarom? Heeft dat iets te maken met het besef dat tijd eigenlijk niet bestaat? Dat is een beetje ziek uit, maar je komt bij heel veel mythici tegen. Tijd is een illusie. De hindoe zal zelf zeggen, alles is een illusie. Alles is dat wat we zien, dat wat we ervaren, daar hebben we onze eigen interpretatie, onze eigen projectie over. De hindoe gaat zelfs, zoals in Bao, Ardet. Dat wat je ziet, dat wat je om je heen ervaart, het is allemaal projectie. Alles is maya, alles is illusie. Maar als alles illusie is, dan is tijd ook illusie. Dan is ons tijdbesef subjectief en misschien zelfs relatief. Nou was er al in de wetenschap al een tijd lang over nagedacht. En mensen als Einstein hebben aangetoond dat het eigenlijk relatief is. Dat je volgens zijn theorie ook iets kunt rekenen. En dat komt in de visie van de relativiteitstheorie een beetje op neer. Dat als je iemand nou in een raket wegsturen, de ruimte in en met een grote golf op dat moment dat hij terugkomt en hij heeft met de snelheid van wat licht is, zou hij terugkomen en een andere leeftijd kunnen hebben als degene die er is gebleven. En nu is dat voor het Philadelphia-experiment. Er is ooit experimenteerd met tele-energie, dat wil zeggen hele zware elektrische energie, in de tijd. En daar schijnt ooit eens een schip uit de haven van Philadelphia beter zijn opgedoken. Daar waren mensen aan boord. Een hele tijd lang is het experiment weer herhaald. Is er weer iets vreemds gebeurd en is het opgedoken. Daar zijn films over gemaakt, maar er schijnt dus ook iets gebeurd te zijn. Dat is allemaal erg geheim, maar het schijnt ons ook iets mogelijk was. In ieder geval, de barrière van onze normaal drie ruimtelijke dimensie, hoog, laag en twee, die vierde dimensie, de tijd. Het ruimte continuum, zoals de wetenschapper zal zeggen, is niet onbuigzaam. Dat weten we, we kunnen verplaatsen van de ene plek naar de andere, maar we kunnen ons dus ook in de tijd verplaatsen. Niet alleen lineair, wat ik de vorige seconde zeg en de volgende seconde, dat kan niet omgewisseld worden, maar er zijn mensen die weer in tijd reizen. En ik ben wel eens geweest in Damanhur, in Italië, waar ze grotten hebben gebouwd met gouden muren en tijdmachines. En die mensen beweren daar dat ze in de tijd kunnen reizen, lichamelijk. Of dat nou klopt of niet, dat is heel moeilijk geweest. Ik ben erbij gezeten, ik ben er niet geweest. Ze hebben prachtig hoe het verleden heeft uitgezien en hoe tijdreizen niet alleen door anderen zijn mogelijk zou zijn en hoe hun tijdmachine, die naar mij nog wat erg veel lijkt op de Doctor Who time capsule telefooncel, maar dan met een soort verticale staven. Maar ze geloven er heilig in. En nu heb ik zelf ook in tijd gereisd, maar dan op een andere manier. En misschien is dat ook wel dezelfde. En dat doe je door een soort hypnose. Ze nodig of iemand anders die je daarbij helpt. Dat heet het regressietherapie. Het is om neer dat je door je ademhaling
en je senses, dus je zintuigen, tot rust brengen. En dat doe je bijvoorbeeld door te tellen van 10, 9, rustig ademen, 8, 7. Ik zal maar verder gaan, zit u misschien allemaal voor die televisie te slaan. Je kunt je dus heel rustig maken. En in zo'n hele rustige staat, en de wetenschapper praat over andere hersengolven, delta-golven, het wordt dan allemaal niet normale alfa-ritme van de dag waarin we actief zijn, maar het wordt slaper en rustiger. En er is dus een staat waarin je wel heel helder bent, maar je lichaam als het ware tot rust is gekomen. Inderdaad kun je door de tijd reizen. En voldoende voorbeeld van, en heel veel mensen hebben dat ervaren, dat ze dan buiten hun lichaam om, of maar in andere manier, dingen kunnen beleven in een andere tijd. Terug naar de lucht. En ja, voor een gedeelte is dat natuurlijk terug in. En het is voor psychotherapie helemaal nuttig om het woord terug te nemen. Ik heb dat zelf ook wel gedaan. En kun je ernaar herinneren, ook de leuke dingen, de feestjes. Ik heb vaak de weg van als jongetje van 5, 6, van huis naar school. Naar de kleuterschool en toen naar de grote school. Ik heb heel vaak proberen af te leggen. Met anderen die mij dan helpen op dat pad. Door zelf je hypnose toe te passen. Door dat tellen van 10 tot 1 wil je dan weer terugkomen in deze normale wereld. Maar het komt allemaal op neer dat je als het ware in je een andere dimensie gaat bezoeken. Tijd speelt even geen rol meer. Je kunt je jeugd herleven. En sommige mensen kunnen daar ontzettend veel van leren. Die zien hun ouders, kunnen vragen, kunnen psychologische problemen, trauma's oplossen. Maar misschien heb ik het wel verkeerd begrepen. Ik mocht nooit niet op bezoek. En misschien heb ik het wel dat ik jonger was. Maar dan blijkt dat ik de weg over moest. En die was heel gevaarlijk, want er reed altijd bussen. En daar is eerder ongeluk gebeurd. Dus ze hadden een hele goede reden om jou een piet te laten. Maar jij had gedacht, dat was omdat je stout was geweest. Of je had gegeten. Nou, dat soort dingen kun je dus gaan doorzoeken. Maar we hadden het er al over dat tijd niet alleen in je herinnering is. Je kunt ook in het grote onbewuste, het collectieve onbewuste, zo noemde Jung dat, gaan peuteren. Je kunt als het ware dingen gaan beleven, je herinneringen naar binnen halen, uit andere tijd. Dat collectieve onbewuste. En daar heeft het over gezegd. Duidelijk dat hier, we zitten hier in zo'n Afrikaanse omgeving. Dat heeft heel veel symbolen, heel veel beeldhouwwerk, veel instrumenten te maken hebben met dat diepere collectieve onbewuste. Je kent allemaal het gevoel wat je daarbij krijgt. Dus op zich, en als je daar dan nog met z'n allen bij danst, bij een vuur en donker, een natuurlijke omgeving die misschien wat dreigend is, met een pracht, dan kom je misschien wat makkelijker in contact met dat collectieve. En voor die mensen is dat misschien een stamherinnering. En als dan de verhalen, de voorouders, worden verteld, als lieden waarin die verhalen zijn verweven, want dat is een makkelijke manier om je herinnering te komen, dan kun je als het ware terug in de tijd stappen. Er zijn andere volken die geloven dat alles wat wij beleefd hebben, toegang is. En ze spreken dan over de Akashic Records. Ja, je kunt het geen boeken noemen, maar een soort opas wat er in het verleden gebeurd is. En dus uitgaan van dat idee dat tijd een illusie is. Dat je dus op dit moment gebeurd is en gebeuren zal, kunt benaderen. Ja, dat werkt met allerlei meditatie en visualisaties. En dat is heel ingewikkeld. De tantrische leer van het boeddhisme wordt daar veel aandacht aan besteed. De tantra is dus niet alleen seks, maar van de tegenstellingen, de leer van de polariteit. Met onze polariteit in onszelf. Leven, dood, rust, beweging. En dat seks daar een rol bij is duidelijk. Maar het is niet het enige van tantra. Die yoga, dat we overigens ook in het boeddhisme, heeft dus ook te maken met meditatie. En terugkomen naar die oerenergie en terug kunnen gaan in de tijd. De illusie van dit bestaan overstijgen. En als je dat voldoende geoefend hebt, kun je ook aan het wiel van tijd, het is een hele rol, het wiel van de wedergeboorte, dat we steeds nieuwe dingen moeten leren, ontworstelen. Nou, of als je zegt, ik wil toch in de wereld mensen wel blijven helpen, dan heet dat bodhisattva. Maar het zijn dus allemaal manieren om eigenlijk de tijd te overbruggen. De tijd die we overbruggen door beeldwerk, de tijd die we overbruggen door muziekinstrumenten, de tijd die we overbruggen door verhalen. Verhalen die teruggaan over generaties en generaties. Verhalen die wij niet meer kennen, zoals in het museum. Wel eens naar een tentoonstelling over voorouderverering. Of over de geschiedenis van de Afrikaan. Zoals in het kindermuseum de komende maanden te zien is. Daar word je even deel van die traditie. Je hoort de verhalen verteld, je hoort de muziek en je omgeving waar het allemaal gebeurt. Terugtijd. Het kan. Het bestaat. En in ieder geval drie kwart van de wereldbevolking gelooft erin. Van de week vroeg iemand me, dat millennium, hoe zat dat nou eigenlijk?
Want vorig jaar hadden we allerlei angstverhalen en boeken over millennium. En iemand zei, u heeft er ook zo'n boek geschreven over het millennium en het allemaal niet uit. Nou, dan moet u dat boekje nog maar eens opvragen. Maar mijn visie was toen dat het millenniumprobleem een psychologisch probleem is. Dat er in de tijd, ook niet in de astrologie, geen duidelijk moment was waarop dat jaar 2000, begin van het jaar 2000, nou in de sterren te zien zou zijn. Het was gewoon een dag als alle anderen. Geen bijzonder moment. Hoewel in het jaar 2000 en ook dit jaar wel weer momenten zijn dat er grote conjuncties zijn, dat alle sterren op een bepaalde manier zijn. Maar dat is dus niet in januari 2000 of zelfs in januari 2001. Nee, het millenniumprobleem is voor de mensen de wereld ingeholpen. En niet alleen vanwege die computers. Dat was eigenlijk die ons dat bewust deed worden. Maar ergens in ons onderbewuste, en dat weten we in het jaar 1000 jaar geleden, waren mensen ook een beetje bezorgd. En nou was het jaar 1000 jaar geleden, niet precies 1000 jaar geleden, want we hebben een beetje geschoven met de tijd en met de dagen. En u weet, een jaar bestaat niet uit 365 dagen, maar een kwart dag meer. En nou, vandaar hebben we die schrikkeljaren. En zelfs dat klopt niet helemaal, het jaar 2000 dus niet. Nou, het is allemaal wat ingewikkelder dan dat ieder jaar op 1 januari het nieuwe jaar begint. Dat is astrologisch niet zo, dat is qua wat betreft de zon niet zo, dat verschuift een beetje. En dat is ook niet erg. We hebben in ieder geval een mooi feest gevierd. En we gaan dit jaar op 1 januari weer feest vieren. Want de fijnslijpers zeggen, ja, maar de jaartelling begint bij het jaar 1 en niet bij het jaar 0. Als je van 1 tot 10 telt, is 10 het laatste jaar van het eerste 10 jaar. En wat dat betreft zou dat nieuwe millennium dus moeten beginnen in 2001. Maar even terugkomen op de voorspelling. Ik heb toen gezegd, het grote probleem van het millennium is de psychologie. Als we allemaal angstig worden en blijven, dan gaat het mis. Maar we kunnen ook kijken naar de positieve kant. En ook daar heb ik over geschreven. Ik zei, het is een buitengewoon aardige kans om, onder dat verhaal van externe druk, het water kan wel eens niet meer stromen, de elektriciteit kan het niet meer doen, om eens gewoon contact te maken met je omgeving, je buren een hand te geven en je leven eens op te ruimen. Dat is geen nieuw idee. Jubeljaar in het jaar 2000 is in de visie van de kerk ook een jubeljaar. Het jaar 2000 is dus heel belangrijk. En de kerk zei ook, dat is een jubeljaar, dat is een kans om je schulden af te lossen, om de geleende boeken terug te brengen, om over je zonden na te denken en vergeving te krijgen. Het mooiste vonden ze natuurlijk als je dan naar Rome zou gaan en in de kerk, en daar is een speciale deur die dan open gaat in zo'n jubeljaar. Het zou natuurlijk heel aardig zijn als we dat allemaal gedaan hadden. Dat is leuk voor Rome, leuk voor de kerk. Misschien verdienen ze er nog een paar centen aan. En het zou ook wel goed zo zijn voor ons, zeg maar, voor het schoonmaakproces, het psychologische schoonmaakproces. Maar dat psychologische schoonmaakproces is er dus niet gekomen. Dat jubeljaar, dat we niet alleen in de kerk kennen, maar ook in al dit soort omgevingen. We zitten hier, zoals ik al zei, in het Trappenmuseum, in die Afrikaanse omgeving. Ook daar zijn perioden en tijden dat je moet schoonmaken. In de loop van het jaar, bij bepaalde feestdagen. En dat komen we eigenlijk in alle religies terug tegen. Maar zeggen mensen, ja, maar die voorspelling over dat er van alles mis zou gaan, zijn die nou uitgekomen? Ja, die zijn in zekere zin uitgekomen, want als je nu in de kranten leest over de crisis in de computerindustrie, en die crisis in de dotcom-industrie zou wel eens kunnen leiden tot een wereldwijde economische crisis, in ieder geval op de beurs, dan heeft dat wel degelijk wat te maken met die psychologische angst. Want in het jaar 1999 is er door heel veel bedrijven en de overheid en de gemeente Amsterdam en iedereen heeft zich als een gek in de nieuwe computerspullen gestoken. Want er zouden wel wat problemen kunnen zijn, dus we kopen maar allemaal nieuwe spullen. Nieuwe software, daar ben je van het gezeur af. En of dat nou allemaal wel correct is gebeurd, maakt niet zoveel uit, maar er zijn heel veel budgetten besteed aan het vervangen van de computers. Nou, dat was leuk, dus 1999 was een goed jaar voor de computerindustrie. Maar kun je dan natuurlijk zien aankomen, dan is het jaar 2000 geen goed jaar voor de computerindustrie. En dat is ook precies uitgekomen. Het viel allemaal tegen. Bij de mensen die processors maken, zoals Intel, is de omzet achteruit gelopen. Dit kwartaal weer met 8%. Bij de afzet in de zakelijke markt is het misgegaan. Teruggelopen of stabiel gebleven. En dat is een industrie die altijd maar enorm groeide. Natuurlijk een probleem. En je ziet dus dat de computerindustrie het eigenlijk behoorlijke klappen heeft gehad dit jaar. En als we naar Nederland kijken, dan zien we dat een bedrijf als Baan eigenlijk een heel duidelijk slachtoffer is van dat millenniumprobleem.
Want die moesten hun software versneld gaan implementeren in het jaar 1999. Dat is niet zo goed gelukt. Overigens niet alleen bij Baan ging dat mis. Ook een bedrijf als SAP, wat ook van dat soort software levert, waarbij je je bedrijf kunt stroomlijnen en de productieprocessen en alles op één lijn kunt krijgen. Dat is niet helemaal goed gegaan. En in het jaar 2000, maar ook al in 1999, hebben heel veel bedrijven te maken gekregen met serieuze problemen in hun logistiek, in hun afleveringen. Ik weet toevallig, een bedrijf als Sony heeft maandenlang niet kunnen uitleveren op een normale manier. En heel veel andere bedrijven hebben te maken gehad met die problemen van die software. En dat is dus wel degelijk terug te voeren op die millenniumproblematiek. Op de psychologische gevolgen. Men is een beetje in paniek geraakt. Men heeft gezien van, oh, dat gaat mis. En er is dus eigenlijk, wat ze dan in de economie, een varkenscyclus ontstaan, een nieuwe varkenscyclus, in de computerindustrie. Eerst te veel en dan te weinig en dan worden weer fabrieken gesloten en dan weten we niet wat we moeten doen. Er is een hype ontstaan, ook een beetje met dat internet. En op een gegeven moment gaat de lucht uit de ballon en dan gaat het dus goed fout. En dat kan leiden tot een zware economische crisis. Gaat die nog komen? Ja, ik zit er al een tijdje op te wachten, want die hele internetbusiness is natuurlijk niet echt realistisch. En dat voel je vooral als je in zo'n museum zit als het Tropenmuseum, waar allerlei dingen staan die van honderden jaren geleden zijn. Zou de wereld van de Afrikaan, van de Indiaan, van de mensen uit China nou werkelijk zoveel gaan veranderen door het internet? Zouden mensen die hun voorouders op hun stoeltjes hebben afgebeeld, die denken in termen van honderden jaren en tientallen generaties, Ashanti-koning, de 17e Ashanti-koning, zouden die mensen nou werkelijk door dat internet zo enorme verandering gaan beleven in hun leven? Ik denk het niet. En alle mooie verhalen ten spijt van deze minister of deze commissie afgelopen week, de heer Serfontaine weer. ICT is de redding van zowat alles. Alle problemen van deze samenleving, werkeloosheid, generatieverschillen, aanpassing, diversiteitsproblemen, integratie. Geef ze meer computers en we lossen het op. Nou, als je hier zit, te midden van dit soort voorwerpen, in zoiets als het Tropenmuseum, dan besef je dat dat misschien een wat overdreven verwachting is. In marketingtermen, technology push, maar de markt vraagt er niet om. De markt, de mensen die dit soort dingen hebben, kunnen best baat hebben bij een computertje voor een hotel of voor een bedrijf. Maar zijn ze werkelijk bereid om hun geloof in de continuïteit, in de voorouders, in wat ze zijn, in hun cultuur, op te geven en daar dat te verruilen voor de aanbidding van Bill Gates en zijn vensters? Het venster op de wereld is Microsoft, Windows. Ja, ik geloof daar niet zo in. Een soort vernauwing waar we misschien over 50 jaar lachend op terugkijken. Ik heb daar nooit zo erg in geloofd. Ik heb altijd gezegd, een bit is geen informatie als het niet bijt. A bit is no information if it doesn't bite. Als het je niet raakt, als het niks teweeg brengt, als er geen vibratie is, als er niet een gevoel is dat je er contact mee hebt, dan doet het je niet veel. Dan zijn het beeldschermpjes met cijfertjes en beeldjes. En morgen denk je, wat heb ik ook alweer bekeken gisteravond op dat internet. Maar het is dus wel zo dat dat millennium bepaalde verstoringen heeft teweeggebracht. Als gevolg van de psychologie van de mensen. Van de angst voor het millennium, vanwege de investeringen. In Nederland hebben we bijvoorbeeld veel geld in geïnvesteerd. Heel veel meer eigenlijk dan veel andere landen. We hebben ook geen problemen gehad, maar die andere landen ook niet. En dan zou je dus kunnen zeggen, dat is jammer, dat geld is op. Maar misschien is dat wel voornamelijk geïnvesteerd in het op peil brengen van het computerpark. Dan zou je kunnen zeggen, zo slecht is dat dus nog niet. Zo dom was het niet om daar wat geld aan te besteden. Want het is niet besteed aan alleen maar die bits en bytes bijtrekken. Nee, er is wel degelijk wat gedaan aan het stroomlijnen van het computerpark en van de software. Met slachtoffers, ik noemde al zo'n bedrijf als Baan en er zullen nog wel meer zijn, maar heel slecht is het niet geweest. Wat we niet gezien hebben, is de golf die het zou veroorzaken. En we hebben dus geen rekening gehouden met die tijdsverschillen. Dat wat omhoog gaat, ook omlaag moet komen. Als de omzet stijgt, gaat hij ook al een keer omlaag. En daarmee wil ik dat toch weer even in de sfeer van het toveren trekken.
Want heel veel mensen denken dat inzicht in toekomst ook een soort tover is. En dat is ook zo. En als je de Bijbel zou lezen, dan zie je op een gegeven moment dat iemand als Mozes voorspellingen deed over de rampen in Egypte. En ik heb daar 1,5-2 jaar geleden ook wel eens op gewezen. Ik zeg, wat Mozes kon voorspellen, was geen toveren, was geen magisch vooruitzien, maar was gewoon logisch denken. En dat is te vergelijken met de voorspelling over de zonnewarmte, over de enorme uitbarsting van zonnevlekken die we dit jaar en vorig jaar hebben gehad. Dat was bekend. Iedere 11 jaar zit daar een soort golf in. Dan zijn er meer zonnevlekken. En dat was dus dit jaar. En dat was voorspeld. En het was ook voorspeld dat die nog wel wat zwaarder zou zijn dan normaal iedere 11 jaar. Een soort top van de 11 jaar. En toen heb ik 1,5 jaar geleden gezegd, nou, dan kun je dus voorspellen wat er gaat gebeuren. Dan wordt het dus warmer. Ja, dat zeg ik nu, maar dat heb ik echt 1,5 en 2 jaar geleden niet alleen gezegd, maar ook naar de gemeenteraad geschreven. Het wordt warmer. De temperatuur gaat omhoog. En dat heeft niet zozeer te maken met die wereldwijde opwarming, maar gewoon dat 1 keer in de 11 jaar, in dit geval dan nog heel erg ernstig, wordt het warmer. Maar als het warmer wordt, dan weet je dat ook de beestjes niet doodvriezen. Dat er meer ziektes zullen komen. Dat de legionella, hè, die zit in het water, niet door de kou wordt bevroren of afsterft. Dat je dus meer legionella problemen zult krijgen. Dat je meer salmonella, dat je meer allerlei ziektes zult krijgen. Dat je meer problemen zult krijgen met, zeg maar, de hygiëne. En ongelooflijk, maar waar, het is gebeurd. En als ik dan nu kan lezen van, ja, december is weer de warmste maand. Mensenheugenis en er komt geen vorst. Ja, beste mensen, astrofysici die dus naar de zon keken en wisten van, al voorspeld. Alleen heeft er niemand geluisterd. Ik zeg het weer. Deze winter zal de zonnevlekactiviteit langzamerhand afnemen is, toch nog heel warm blijken. En als het niet hard gaat vriezen, en laten we hopen dat het wel gebeurt, dat het dus in februari en maart nog eens even doorvriest, zullen we met een bacteriële probleem blijven zitten. Ik heb gehoord dat de oplossing van legionella in Nederland zou iets van 17 moeten kosten. Alle stilstaand water eruit. En u hoort het ook wel. Dit zwembad en dat bejaardentehuis moeten ze sluiten, de pijpen vervangen. Nogmaals, dat soort voorspellingen zijn geen toveren. Net als de voorspellingen van Mozes geen toveren waren. Die man wist gewoon waarschijnlijk iets over een 7-jarig patroon. Over El Niño, zoals we dat tegenwoordig zouden noemen. En die wist dat als het ene jaar erg warm wordt, dat het volgend jaar de sprinkhanen zijn, dat je overstromingen zult krijgen, want veel warmte betekent veel verdamping. En veel verdamping betekent veel waterdamp in de lucht. En dat zijn wolken. En dan krijg je weer veel regen. Dan krijg je dus overstromingen. Dan krijg je beestjes. Na de beestjes krijg je de ratten. Je kunt daar zitten een soort, als je bacteriële verontreiniging krijgt in ons land, legionella, dan krijg je daarna andere problemen. Dan worden die mensen ziek. Als de mensen ziek worden, dan heb je een enzovoort, enzovoort. Allemaal, dat is dus geen toverij, maar het is wel jammer dat in ons land naar dat soort waarschuwingen niet geluisterd hebben. Want dan had dat misschien opgelost kunnen worden. En dan kunnen we ook nadenken over zaken als stads. In Suriname heb je dus Bengay, dat is stadsmalaria. En dat treedt op als het warm weer en er dus stilstaand water is, de vliegen komen erin. Maar er is al gewaarschuwd dat we ook in Nederland, omdat de vliegen niet de eitjes dus, dat we misschien ook wel malaria zouden. Dat als iemand een paar van die vliegen in een bananen neemt uit Suriname, dat we verdacht zouden kunnen krijgen van mensen die Bengay dragen of malaria, dat het later wordt te warm. Maar is er een gemeentelijk plan op dat gebied? Helemaal. We praten over opwarming in de wereld. Ik praat over opwarming ten gevolge van dit wel erg warme jaar. Dat is dan weer het gevolg van die zonnevlekken. Maar nadenken over wat we ermee doen? Nee. Wat dat betreft denken we dus niet na. We kijken niet naar de toekomst. En we doen als het hier in één richting gaat. En of we niks kunnen leren uit het verleden. Nou, nogmaals. Dat heeft niks met toverij. Dat is gewoon logisch denken. Maar het is zo jammer dat we daar zo weinig aandacht aan besteden. Dit is een toveren vanuit het Tropenmuseum.